We zijn maandag hier begonnen en toen was er in eerste instantie sprake over een vliegtuigmotor en een propeller, ja. Dat die nog in de grond zouden zitten. Nou, aangezien dat we hier met de graafmachine zijn begonnen en de locatie was ingemeten, er stonden al paaltjes van waar de uitslagen zaten, zijn we daar ook omheen gaan graven, wat meer ruimte gehouden. En uiteindelijk zijn we niet alleen een motor en een propeller tegengekomen, we hebben ook al reeds een tweede propeller. En zoals u ziet ligt er ook al het nodige aan vliegtuigmateriaal boven. Ja. En wij gaan nog een paar dagen gaan wij door. Ja, ja. Ja. We hebben daarin dat is nog meer te verwachten. Ja, ja, ja. Ja. Er komt nog meer uit de grond. Oké. Okay. Ja. Dit is niet de eerste vermijning. Ik doe dit al vanaf februari 78. Zo. Ik zit nu in mijn 31ste jaar. Ja, ja. Dus je bent bijna eigenlijk Nederland aan het schoonmaken. Wij zijn Nederland aan het schoonmaken, ja. Ja? Maar voordat alles eruit is in Nederland, dan zijn we nog wel een paar jaar verder. Ja, ja. En dan werd u hier meer in dienst. In de oorlogsjaren zijn er boven Nederland 7000 vliegtuigen naar beneden gegaan. Aangeschoten door technische problemen, noem maar op. Ik denk dat we nu nog op in Nederland op een 1500 stuk zitten die nog in de grond zitten. Geweldig. Dan kom ik u nog een paar keer tegen, denk ik. Dat zou goed kunnen. Ik heb nog 5 jaar te gaan. Dus. Maar het moet wel in Den Haag blijven dan, vind ik. In Den Haag. Ja. Er zijn hier waarschijnlijk nog meer vliegtuigen die in de grond zitten. Ja. Ook nog de schaalaanduiding kun je zien. Ja, en hij is in principe helemaal van koper is die gemaakt om dus het magnetisme tegen te gaan. Ja. Maar de schaalindeling is ook nog te zien. En die heeft dus hier links voor in het vliegtuig heeft hij gezeten. Oh ja. Ja. Dus zoals je ziet ook cockpitdelen beginnen gewoon boven te komen. Ja. Alleen ja, het is niet meer. Nee, het is niet zo herkenbaar natuurlijk. Nee. Ik heb de vliegtuig wel hier doorheen zien gaan. Ja. Ja, ja. Ik ben niet hierbij geweest. Nee, natuurlijk niet. We zorgden wel dat je er niet bij was natuurlijk. Ja, nou, ik kon ook niet. Ik kon niet zo hard lopen. Oh ja, ja, ja. Daarom. Maar wat heeft hij gezien? Nou ja, dat die brand geschoten werd en dat die hier natuurlijk neergestort is zo, vanaf een bepaalde hoogte. En dat die hier toen terechtgekomen is. Maar ik was hier toen niet hoor. Dus. Nee. Is gewoon, maar het is min of meer toch door uw opmerkzaamheid, is het wel ja, hier? Ja, ik ben dan natuurlijk, ik heb toen dan van het een en ander aangetipt tot ze daardoor tot de ontdekking kwam dat hier nog wat lag natuurlijk. Ja, ja. Want omdat de eigenaar steeds ontkent dat er niets van lag, dat was natuurlijk niet zo. Nee, precies. En de waarheid moet boven komen, vind ik altijd. Ja, ja, ja. Nou ja, vooral de huizen willen bouwen. Zo, nou, ja. En u woont hier in de buurt? Nou, ik woon op Wateringen. Ja, ja. Daar, heeft u daar, ook, daar woonde u toen ook al? Nee, ik vind zo. Want daar vond het luchtgevecht plaats. Oh ja. En dat is toen is hij afgezwaard naar deze kant toe. En was het niet, was het natuurlijk een hele enge tijd voor u? Nou, als jongen zijn, dan ja. Want hoe oud was u toen? Dan ben je nog niet zo benauwd. Vindt het alleen maar spannend, waarschijnlijk. Het gaat erover als je ouder bent, en dat neem ik dan zo uit mijn moeder dat tijdens de luchtgevecht ook hoorde, dat die vliegtuigen aankwamen. Gauw 2 kinderen onder de arm pakten van de buren, ja. En dan ben je er binnen dan. Ja. Ik bleef buiten. Ja. En ik ging natuurlijk kijken, ik ging naar het vliegtuig kijken wat die brand vloog. Ja, toen zat natuurlijk in een bepaalde hoogte dat het toch hier een beetje kapot was. Ja. En ik wist hier deze omgeving, ik was hier bekend ook. Dus, ja, ja. Ik wist wel gauw ongeveer waar en hoe. Ja. Maar hij woont hier op deze laan. U woont hier op deze... Ja, hij is nog meer... aan die piloot. Oh ja? Ja. Zo. Hij zat nog dichterbij. Ja, ja. Oh, hij was een paar jaar jonger. Ons hele huishouden. Ja, ja. Hij kwam uit de Haag rechtstreeks op ons huis of zo. Net als hier dat huis staat. Ja. Hij was er zeker niet verder af, naar Korten. Ja. Toen nam hij de draai uit de waan over. Hij heeft bewust eigenlijk misschien wat. Dus u kunt eigenlijk met elkaar gewoon nu een beetje herinneringen aan het ophalen? Of zien jullie elkaar vaker? Voor mij was het zit in mijn geheugen geprint, dat gaat er niet meer uit. Die motor heb ik... kijk, ik was 16 jaar, toen heb ik die motor nog gezien in de grond. Die hebben we nog in de grond gezien? Ja, ja. We wouden eruit halen als nog maar 16 jaar. Maar hij stak er nu niet meer bovenuit? Toch? Nee, toen ook niet. Toen ook niet. Wij hebben hem opgezocht. Een beetje meer aan. Wie heeft hem? We hebben hem opgezocht, want ik werkte hier zo. Oh, ja, ja.
En met zijn zoon samen, dat mocht niet voor zijn vader. Hij zegt, laat me lekker zitten. Ja, je krijgt me niet uit. Nee, natuurlijk niet. Het is veel te groot. Ja. Ik was 5 jaar. Oh, ja, ja. En we zagen een brand. Toen kwam mijn broer in huis. Hij dacht, maar er komt een brandend vliegtuig op. Rechtstreeks op ons huis op. Zo. Dus wij moesten gaan dekking zoeken. En een paar kloppen hoorden. Ja. Zo. Nou, en nu ziet u wat er toen dat tijd de grond in ging. Ik zie het vliegen, nou zie je het terug. Ja, maar het heeft wel lang geduurd voordat u uiteindelijk die motor weer eens zag. Dat heeft weer een dag geduurd. Hè? Ja. Ja, het is... ja. Want na nou, dinsdag ben ik hier niet meer terug geweest. Nee. Ja, ik ben hier nog 20 jaar bezig geweest. En u woont nu? Waar woont u nu? Ik woon nu in Schravenzande. Oh ja. Maar toen woonde ik hier een paar huizen terug. Oh ja, zo. Dus dat is... En hij komt heel aan het over Waarland heen. Ja. Ja, zeker. Hij is hier gebruikt. En daar ging netjes over het laantje heen. Ja. De Uithofslaan? Uithofslaan. Ja. En toen kwam hier een stuk Waarland. Dan had hij waarschijnlijk neer willen zitten. Ja, ik denk wel bewust dat het was. Ja. Maar, nee.